Oké, we zitten nu wederom in een mooie pick-up. En Karel zal even vertellen waarom we hierin zitten. Wat heeft ons hiertoe gebracht? Het was ongeveer 15 minuten geleden. We stonden op het punt de tombe van Aves te gaan bezoeken. Het centrum van cultuur. Toen kwamen wij erachter dat ons vliegtuig niet om 13:40, maar om 11:30 vertrok. We zijn dus als de raphazen in de auto ingestapt en op weg naar het vliegtuig. Dit doen wij in het gezelschap van Ludo, die op dit moment vrienden aan het maken is met een Iraanse man. Dat laten we nu even zien. We laten nu Ludo in beeld komen. Komt ie. Ludo heeft het naar zijn zin. En ook de taxidriver lacht. Hij is erg grappig. En wij gaan nu kijken of we het vliegtuig halen. Behalve rozen, wijn en nachtegalen zijn er vooral heel veel auto's. En er is geen enkel gedicht van Aves dat over auto's gaat. Hoe zit dat? Dat vinden wij raar. Hoe kan dat? Wat had hij Aves? Zag hij het niet? Waar zijn de rozen? Waar zijn de nachtegalen? Waar is de wijn? Grote gevoelens. Oh ja. Zojuist hebben we ook een aantal souvenirs gekocht. Nog net even op de valreep. Ik heb een prachtige antieke zilveren armband gekocht. Karel heeft een waterpijp van het merk Kobi gekocht. Met slurf. Met een Tito slurf. Zeer goedkoopie. En Ludo daarentegen heeft voor een immens bedrag een nog immensere lamp gekocht. Voor in zijn immense huis. En die zullen we in het immense vliegtuig stoppen. Dat we zometeen immens gaan missen. Ik hoop het niet. Maar we blijven positief. Door de jaren heen. Kijk, daar zit hij. Voor elke rimpel een vrouw. Ja hoor. Praat als brugman, dat kan hij ook. We hebben Ludo. Is een vriendelijke man, die brengt ons naar het vliegveld. Ja. Ondertussen heeft hij ook heel veel over voor het vrouwelijk schoonheid in Shiraz rondlopen. Dus, nou ja. Okay. Het is wel een leerzaam ook. Zeer een leerzaam ervaring. Ja. En is hij de mening toegedaan dat in Shiraz de mooiste vrouwen van Iran wonen? Of ja. Toch niet? Voor zover ik vast kan begrijpen, zijn we wel positief over, ja. Ja. Oké, nou. Maar of hij weet dat we naar het vliegveld moeten, vraag ik me een beetje af eigenlijk. Oké, deze meneer die heeft allerlei goed nieuws. Alleen geen idee of hij ook weet waar het vliegveld is. Wat jij, Karel? Nou, als hij ons naar het vliegtuig brengt en we hebben het vliegtuig gemist, dan wil hij ons in ieder geval een rondleiding geven. Ik zie dat als een mooie straat. Zoek een mooie meisjes hier in Shiraz. Dat hebben ze nog niet gezien. Nee, we hebben ze nog niet gezien, nee. Tot nu toe is de stelling gepassiveerd. Misschien een beter idee, hij kan ons naar Dubai rijden. In ieder geval naar de Persische Golf en dan gaan we vanuit daar zwemmen. Klopt, ik heb mijn zwembroek bij me. Misschien kan ik pas aantrekken. Nee, dat gaat te ver voor achter in deze pick-up. Tolla gaan we niet waarderen. Nogmaals, wij hebben geen idee waar het vliegveld is. We hebben onze hoop gevestigd op onze vriendelijke chauffeur. Die het voornamelijk over het vrouwelijke schoon van Shiraz heeft. Wat volgens ons niet bestaat. In ieder geval wat zeer bedenkelijk allooi is. Zeer bedenkelijk. Vanuit Shiraz, parel van Iran. Onze verslaggevers Tom van der Beek en Karel Smouter. Terug naar Hilversum. Dag.